Vandaag gaan wij een 10 seconden spel spelen. Waar hebben we kaarten? Daar hebben we ook kaarten. Daarmee gaan wij dus een 10 seconden spel spelen. En ja, de regel is, we hebben 10 seconden dus om 5 Pokémon kaarten te krijgen. En de max is 10 euro. En ja. Nou, hoe het werkt. Meteen een beeld met Pokémon kaarten. Je hebt 10 seconden om 5 Pokémon kaarten te pakken. En die mag je hebben, maar het moet wel onder de 10 euro zijn. Want anders mag je nieuwe pakken. Mm-hmm. En dat gaan we dus doen. We hebben hier de timer wat het gaat bijhouden. En dus laten we beginnen. Ja? Start! Start! Klaar. Ben je klaar? Ja. Hier maar raden. En stop! Oh. Stop. En dus welke kaart heb jij? Deze. Mag ik zien? Deze. Mag ik zien? Laat even aan de camera zien. Deze. Een energy van steel. Een dark energy. Mm-hmm. We hebben die. Kijk, we hebben die. Een Articuno. We hebben die weer een energy. En dan als laatste hebben we die een Nihilego. En dus gaan we door naar de volgende. Lada. Ik ga de timer weer even resetten. En laten we de game beginnen. En start! Tijd even bij. Stop. Nou, en welke kaart heb je? Laat even aan de camera zien. Nou, ik heb deze. Wat is dat? Naam? Mag ik zien? Een shift-try. En we hebben deze, een Wigglytuff. Oh, laat vallen. We hebben deze. Is een tag team. Rowlet en Alano. Ekitor. En laat hem nog eens zien. Ik heb nog twee. We hebben een hele schattige Charmander. En last but not least. We hebben deze. Een Victini. En dus, zijn dat de 10 Pokémon kaarten, toch? Of 9? 5. De 5 Pokémon kaarten? Nee, in totaal. In totaal 10. Nee. 9. Ja, heb jij er naar 5 gekozen? Kind. Omdat je wou Pikachu 5, hebben. 3, 4, 5. Ja, oké. Okay. Nou, dat zijn de 10 Pokémon kaarten die ik kwijt ben. En dus, doei! Bye. Doei. Doei. Hey. Ja, doei.